auto's zijn ook echt voor Italianen gemaakt, hoor. Keuristes. Ik zal u vandaag vertellen, het is hier 6 graden onder nul, heb ik net gezien. Het is hier stervenskoud, maar toch ben ik eigenlijk warm van binnen. Ik zal u vertellen waarom. Dit is de oudste Ferrari die ik ooit gehad heb. Hij is prachtig. En ik sta hier bij een fantastische mooie villa. Ik mag van de landheer niet zeggen waar het staat. Ik mag er niks over zeggen. Maar je moet het even zien. Het contrast met deze topgerestaureerde auto en die villa die vanaf 1945 niet meer bewoond is. Het is ergens in de Achterhoek, meer vertel ik niet. Want ik probeer 20 jaar te filmen hier. En de vorige eigenaar die wou er niks van weten. Dan wordt hij niet gefilmd, zei hij. En nu is de nieuwe eigenaar. En die meneer was heel schappelijk en zegt: doe maar, Aaldring. Als je een mooie auto hebt, mag dat wel. Nou, daar staan we. Helaas staan er nu bouwwerken om me heen. Geniet daar even van, dat is net zo mooi als die auto. Enzo Ferrari is eigenlijk begonnen bij Alfa Romeo. Hij was ingenieur bij Alfa. Later werd hij zelfs racebaas, teambaas. Maar hij kreeg een lazer. Met een Spanjaard die daar werkte. Zeker meneer Pegaso. Dat komt door de kou, hoor. Dan weet u het vast. Pegaso. Verdorie. En die Pegaso die werd op een gegeven moment hoofdingenieur. En die moest samenwerken met Enzo Ferrari. Nou, je weet wel, twee eigenwijze kerels. Dat lukt niet. Dus Enzo zei, ik kapte mee. Ik begin voor mezelf. Dat is de legende van Ferrari. Hij is weggegaan bij Alfa Romeo met gedonden en is voor zichzelf begonnen. Hier zijn er maar 6 van gemaakt. Ik zal het even precies uitleggen wat het precies is. Nou, het is een 212 Export Vignale Berlinetta. En Vignale bouwde de meest mooie carrosserieën. Met de meest mooie details. Deze auto heeft zoveel mooie details. Ik heb vorig jaar een Fiat Ottofuga gehad van Vignale. Maar ik durf te zeggen dat deze nog mooier afgewerkt is. De afwerking van Vignale is zo geniaal mooi. Kijk, 1951. Dat is toch niet normaal? Kijk nou eens. Het geluid van de Ferrari, echt geloof me. Er is niet één auto die dat geluid kan produceren. Dat rammelen van die kleppen noem ik het altijd. Het is hier waar. Het is geen rammelen. Het is het rammelen van de versnellingsbak over. Dat is wat anders. Als je dan heel rustig rijdt, dan heb je ook tijd om naar die prachtige klokken te kijken. Elk detail, kijk dat toch eens hier. Alleen dat randje eromheen al. Ja. Dat stuur, met die mooie klinknagels, alles klopt. Kijk dan. Die moeten de mensen gewoon zien. Kijk, dat is toch leuk? Is dat mooi? Is dat prachtig, man? Dat komt er aan toe. Dat heb ik toch een rotvak. Niet te geloven. Leuk dat netje hier, die liggen in maal je kaarten en je snoepjes en vroeger je sigaretten. Ja. Ah, die motor die is zo verfijnd, luister dan toch mee. Ah. Moet ik even laten zien. Kijk, hier ligt hij dan. Die prachtige 12-cilinder, ik kan gelijk mijn handen even warmen. Dit is de zogenaamde 12-cilinder inplugmotor. Kijk, als je goed kijkt, zie je hier de bougies aan de bovenkant van die cilinderkop. Normaal zitten ze bij de latere Ferraris onderaan bij die cilinderkop. Dat noemen ze de inplugmotor. En weet je hoe dan zo'n 12-cilinder loopt in 1951? Ik kan me voorstellen dat de mensen verliefd werden op zo'n auto.
auto's overigens niet langzaam over 1951. Je kunt er echt stoer mee rijden. Maar ja, kijk, heeft toch gereisd in Amerika? Dus dat moet er toch ook wel een beetje pit in zitten.